De opkoopprijs van rauwe melk is aangepast. Er is daartoe gisteren een overeenkomst ondertekend tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de melkcentrale Paramaribo, de Vereniging van Surinaamse Melkburen en de Veehoudersbond. De melkveesector is niet gespaard gebleven van de gevolgen van COVID-19. Maar ook door de stijging van de verschillende kosten is het voor deze sector moeilijk te overleven. In gemeenschappelijk overleg is er een voorlopige aanpassing op de prijs voor de opkoop van rauwe melk tot stand gekomen. Deze prijsaanpassing is op dusdanige wijze vastgesteld dat de gemeenschap er niets van zal merken. De regering heeft gemeend de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk te subsidiëren, waardoor de consumentenprijs van melk en melkproducten in de winkels hetzelfde zal blijven.